maar is. Heeft heel veel afstand afgelegd. De schot. En die gaat er ook in. Maar het is gelijk. Bidobi maakt gelijk. En zo wordt het toch nog 2-2. In de extra tijd. Bidobi scoort. Une de plus, mais le problème, le Standard s'aligne et personne ne suit. De la tête pour Kovac. Kovac avec Simon. Oui, il est passé, Kovac. Bien fait, avec le ballon après, ça c'est bien joué. C'est goal. C'est goal dès la reprise. Et ça, c'est Bidaoui qui avait bien suivi. Si j'ai bien vu, oui. Maurice a relâché le ballon. Bon, mais il ne sait rien faire d'autre parce qu'elle est. Het ideale moment, dan is dit nog klaarkijkend. Bidaoui. Bidaoui naar binnen, uiteraard. Proto. Bidaoui. Overtreding. Wils bleef erg kalm daar. Bidaoui. Bidaoui met de tegenaanval. En de overtreding van de Petter, dat moet geel zijn. Ja. Lierse in balbezit bleef. Dit was wel. Bidaoui. Weer El Gabas, Bidaoui gaat. Bidaoui, nog steeds. Bidaoui, de fout van Biglia. Ook wel puik hoor, na zo lang niet gespeeld te hebben. Bidaoui, mooi. Maar om daar dan nog met Biglia als winnaar uit te komen, dat zou moeilijk geweest zijn. Maar dit was zeer handig. Fight technisch sterk tussen Wasilewski en Biglia door. En dan. En dat is een plek van Milos Magic. De wegen natuurlijk. Als je ook zei, als je blijft staan in je positie, ben je altijd gedekt. Sofian, vastgehouden, knap gedaan. Nou, goede beweging dan ook. Nog een balbehandeling. Kijk, goed afgeschermd ook. En die rare beweging is dit. Die draait ook zo weg. Bidaoui, goed aangenomen. Met Chen in de rug. Een beter doelsaldo pakken ze de eerste plaats. Anderlecht speelt morgen namiddag om 2:30 thuis tegen Club Brugge. Bidaoui. Bidaoui gepakt door voeten gehouden door Vermeulen. En dat is een duidelijke overtreding. Bidaoui. Bidaoui. Nog maar eens kappen. En nog maar eens. Wie vraagt, krijgt hier ook. Met Joas in zijn buurt. Met een handige beweging. De schacht klapt erin. Bidaoui, even onder de zool. Bidaoui. Ja. Bidaoui. Bidaoui. Ja, dat is er langs hoor. Bidaoui. Een fout. Rassini, Belossin. En hij van Hazenbroek. Ja, zit met de angst dat dat opnieuw gaat gebeuren. Bidaoui. Tik. Ik had eerst nog even bij Gaksa. Lierse man oppassen nu voor Bidaoui. Maar Lierse, door het feit dat ze telkens die muur opwerpen, zijn ze met weinigen voorin. En dan moet Bidaoui even. Bij Bidaoui hier op de linkerkant even van flank gewisseld. Bidaoui nog steeds. Bidaoui met drie man bij zich. Kijk eens. Sofian, Bidaoui. Goed voorbij zijn man. De sneltrein. Bidaoui. Altijd twee man in de dekking. Dan had hij eigenlijk de kans geven om man tegen man hetzelfde te doen, uit te spelen. Foutje hier. Gaksa. Bidaoui. Ja, opnieuw knap voor bij zijn man Bidaoui in de 16. Maar die moet hij.
le ballon qui arrive chez Bidaoui. Attention à la technique en mouvement, c'est un jeu de 10 games. Le Bidaoui, c'est goal! Deux buts partout à la 90e minute. Et on va vers la prolongation. Et c'est Bidaoui, hein. Bidaoui, regardez. Bien travaillé, bien fixé, ils sont à deux, il le laisse centrer quand même. Bidaoui en un contre un face à Kadou, il est passé. Et c'est goal! Ouais, c'est incroyable! Ouais, c'est pas notre ami Bidaoui qui prend le centre là par hasard. Ouais, celui-là, c'est le celui-là, il a marqué c'est le troisième, c'est il fait ici, c'est il passe, il a un peu de réussite, et son centre est parfait, hein, bon. Ouais, ouais, il a bien joué le coup entre Pocconioli. Ah, il se met hein, Bidaoui in de 16, Bidaoui met de voorzet! Snel genomen, nog Bidaoui, twee man voor zich, zet dan voor. Bidaoui, wegzet. Nog Bidaoui, niet zelf buiten, maar de bal bleef binnen. Nog Bidaoui, met een wijkende Sabina. Bidaoui met een schot. En dan komt die bal toch nog in de buurt van Doula. De Sanja, dan schiet hem erin. Bidaoui. Mooi deze beweging. Soufiane Bidaoui. Gaksa die ook meegaat. En de bal gaat krijgen. Nee, Bidaoui blijft alleen gaan. En houden het Lierse. Bidaoui. Het is 4 tegen 4. Bidaoui. Klaassen wil eerst buitenom. Gaat dan diep. Mooie combinatie Bidaoui. Bidaoui. De twee komt mee op rechts. Van de Sanja. Dat is de enige man voorlopig in de 16. Bidaoui. Hij zoekt dat schot altijd. Maric de hoek in, Bidaoui naar binnen. Maric is mee op rechts. Het gaat over Bidaoui. Die loopt dan bijna met de bal over de lijn. Op via T af. Bidaoui nog steeds, moet hem geven. Een paar keer zo'n bal van de zijkant en proberen daar een kopper te vinden. Dan had goed gevolgd. Daar is Bidaoui weer. Een afzwaaier. Bidaoui. Dat is wel goed. Het is een flurk hoor. Bidaoui. Nu toch naar de andere kant toe, maar onderschept. Bidaoui er goed tussen. Rossini. Bidaoui.